Zo. En ik zie jullie denken. Wat moet die nou op het toneel? Ach, ik dacht, laat ik ook eens in mijn stukje vertellen. Ik heb nog wel een klein verhaal die wat we even te negen meemaakt hebben. Ooit eens een keer. Ik nou, laat ik dat maar eens aan jullie vertellen. Het is al een paar jaar geleden dat we met z'n tweeën zijn. Het wordt ook eens weer tijd dat we eens een dagje weggaan. Waar zullen we nou van jou eens een keer naartoe gaan? Oh, hij zegt, laat maar eens naar het safaripark gaan. Het safaripark. Nou, best. Even de Marie op safari. Ja. Nou, wij met de auto's mons naar het safaripark. Prachtig. Allemaal wilde dieren, mooie grote dieren. Hartstikke mooi. Maar zo ineens schrikt even van een olifant. Ja, en wat dacht je wat? Bas. Zo tegen een party aan. Nou, de vuurlampen natuurlijk hartstikke kapot, hè? Ja. Ja, dat zaten we. En toen zullen jullie de auto. Ik zeg, u de auto? Zit hem blijven, man. Je kunt hier ter plekke wel opgevreten worden door een of andere wilde tijger of zo. Niet dat even zoveel spek op de botten heeft. Een panter of een tijger die een biddy krek in de bek is. Maar die begint niet eens aan. Maar ja, dat risico kun je niet lopen, hè. Dus ik zeg, zitten blijven. En dan erbij. Stel dat hij wel opgevreten wordt. Dan zit ik in die auto. Ik had toch geen eens een rijbewijs. Hoe kom ik zo'n park weer u dan? Nou, nooit natuurlijk. Dus, zitten blijven. Nou, met de tijd we zijn, laten we het park maar uitgaan. En op Huzan. Nou, het was ook al een mooi stukje in de middag. En we riepen naar Huzan. We zijn even, zei ik tegen. We laten onze middag natuurlijk niet verpesten door zo'n kapotte vuurlampen. Die kan wel weer gemaakt worden. Volgende week even naar de garage. En niks aan de hand. Het is mooi weer. Het is een lange dag. We hebben die lampen helemaal niet nodig vandaag. Zullen we eens even lekker idee eten gaan met z'n tweeën? Nou ja, ja. Ga je even aan de portemonnee komen? Nou, maar goed. Hij ging bij Staphorst de weg af. Nou, dan weten jullie wel waar we naartoe gingen. Dat was anders. Ja, precies. Dan kun je heel erg lekker eten. Dus we gingen naar binnen. Zochten een plekje op. Nou, mooi tafeltje. Dat zullen we eens gaan eten. Vrouwtje dat kwam al eens op te nemen. Nou, eerst maar een lekker body soep. Lekker snitseltje. Nou, en dan wat ijs na. Nou, wie doet je dat? Kost je de kop ook niet. Dus, klaar. Maar goed, we hebben net de soep op. Zegt Evert, ik moet in de buurman de naam geven. Nou, als ik nog aan zijn Nederland heb, dan is het wel uit onder te eten naar de wc moet gaan. Dat kun je toch ook voor die tijd wel doen? Voor dat je aan tafel gaat zitten, doe ik tenminste wel altijd. Maar goed, hij wordt ouder geworden dan. Komt het misschien zo en dan. Klaar, Evert gaat naar de wc. En ik wacht rustig tot hij er weer is. Nou, even later komt hij er aanlopen. Och, mijn hemel. Heb hij de gulpen wie te warm losgaan? Zul je de hartstikke doodgaan met zo'n zaal vol volk? Dus hij gaat aan tafel zitten. Ik zeg, Evert. Je hebt de baan de deur nog last van. De tocht hier. Die friemelt wat onder de tafel om die gulpen dichter te krijgen. En klaar. En we eten verder. Lekker glas wijn erbij.
Snitsel op, ijs op. Nou, we zijn geloof ik dan allemaal weer op huis aan gaan. Nou, ik ga in de bien. Evert gaat in de bien. Ja, wat dacht hij wat? Heeft hij de punten van de toverlaan tussen de gulpen zitten? Nou, het hele serviesvoet van Waanders aan gruzelement op de vloer. Nou, daar sta je mooi te kijken, hè? Ja, dat liep niet best, zei Evert. Och, ik zeg niet best. Rum op die rommel. Weet die mensen wat helpen, die rommel op rum. Afreken en naar de auto. Nou, dan weet je natuurlijk wel hoe dat toe ging in de auto. Ja, dus. Maar goed. Op een gegeven moment denk ik van, laat me mijn stille holen, want het is gebeurd en je kunt er toch al niks meer aan doen. Maar dan kom ik nooit weer. Schaam me de gast in de dood. Maar goed, we rieden naar huis. We stien week de weg af. Ja hoor, politiecontrole. Nou, dat kan er ook nog wel bij. Hè? Mooi dagje. Nou, aan de kant. Nou, dat was maar even. Marine met zo'n blauwe pet en vertraan. Uw papieren graag. Nou, die heeft het passagierbewijs. Hij gaat nog eens met zijn neus en dan ben. Hij zit ruiken alcohol. Oh nee, zeg ik, dat ben ik niet hoor. Dat is mijn vrouw. Ja, ik kreeg bij Waanders de tafellaken tussen de gulpen. En toen gingen de flessen wien over de jurk van mijn vrouw. En dat hoekie. Ja, ja, zegt de man. Ik ben zeker de lolligste thuis. Nou, ik zeg, hallo daar stille man. Dat hoeft die man toch allemaal niet te weten. Maar goed, hij staat nog even en dan zegt hij, meneer heeft ook een ongelukje gehad? Och ja man, zei hij. Ben toch van man zo zong van een olifant, dat ik reden zo tegen een party aan. Nou, dan hoef je niet te vragen wat die agent dacht. Komt u maar even uit de auto, zegt hij. Ja, ik zeg, dan vraag ik toch zelf om me. Nee, je gezeur, hol je mond dan toch dichter, man. Dus, even u de auto. Hij zegt, gaat u maar even blazen. Nou, blazen. Nou, op kort en lang te gaan. Hij heeft 3 keer in een pipi moeten blazen. Voordat ze zeker wisten dat hij niet stom dronken was. Of net ontsnapt uit mijn gezicht. Maar goed, toen het dan allemaal goed was, mocht hij weer in de auto. En de politie zei tegen ons, goede reis naar Timbuktu. Nou, ik denk, zo te midden op man. Had hem met een uur en had hem een nachtje vastgezet met zijn gezeur. Maar ja, dan waren we niet tussen komen dus. Dus ben je rustig op huis aan. En thuis ben ik nog wel de nerdige woorden erover gevallen. Hè. Maar goed, ach, soms denk ik wel eens, man, je zult er apen mee vangen. Maar ach, soms denk ik ook wel weer, even, het is niet zo verkeerd hoor. Hè? Hij staat nou weer in de keuken, lekker oliebollen voor jullie te bakken. Nou, kun je nog een woord worden op zijn man? Dat doe ik dan ook maar niet meer. Dankjewel.